Hallo allemaal, Ruurt Wolting hier. Dit is mijn allereerste YouTube reactievideo. In het Nederlands nog wel. Vandaag doe ik het nummer Do or Die, een liedje van de metalband Amaranth. Voor dit liedje hebben ze de handen ineengeslagen met Angela Gossó, de voormalige zangeres van Arch Enemy. Zij was, nadat het album Callous Legions was uitgebracht, uit de band gestapt en heeft sindsdien nooit meer de microfoon opgepakt. Wel zit ze nog steeds in het zogeheten Arch Enemy kamp en managed ze de beide bands, zowel Arch Enemy als Amaranth. De gitaarsolo op Do or Die wordt gedaan door Jeff Loomis, een van de twee gitaristen van Arch Enemy. Een grappig feitje is dat dit liedje ook een inspiratiebron is voor mijn Nederlands zalige metal liedje Terug naar Huis. Net als Serendipity en Enter the Maze, allebei van Amaranth, Twilight of the Thunder God van Amon Amarth, Nemesis van Arch Enemy, Ascension Chamber van Scar Symmetry en Jack of Diamonds van Sonic Syndicate. De clip van Terug naar Huis ga ik, als de COVID-19-periode voorbij is, waarschijnlijk in Eindhoven laten filmen. En dan nu, het moment van de waarheid. Hier is Do or Die van Amaranth en Angela Gossó. Oeh, dat ziet er toch wel eng uit. Echt heel post-apocalyptisch. Wie zou dat zijn? De masker op haar hoofd. Oeh, dat enge lichaam in haar armen. Eens even kijken. Hey, daar is Angela. Oh yeah. Daar gaat hij. Lekker heavy. Oh yeah. Wauw, Elise's clean sound past erg goed bij de band. Yes. En Angela's grunts zijn nog steeds zo goed als voorheen. Absoluut. For the enemy. Lekker zoet. Lekker heavy. Even tussendoor. Ik vind de boodschap erachter heel passend. De aarde wordt vervuild en verpest door ons en daar moet echt een keer verandering in komen. We zeggen wel dat het gebeurt, maar aan de andere kant wordt er nauwelijks wat van gemerkt, dus het echte werk moet nog gebeuren. En nu weer verder. Nou, Olof weet zichzelf goed neer te zetten als bediende. Oei, al die hoofden op palen. Nog wel eng als je het mij vraagt. Wel heel creatief hoor, hoe Angela en Olof die lichaam in elkaar zetten. Wauw, Elise kan er ook nog wat van zeg om vissen te vangen. Ugh, wat smerig zeg. Maden die uit de vissen komen. Ugh. Gelukkig komt Angela met de redding. Voedsel in blik. We're out. Yes, de gitaarsolo van Jeff Loomis. Een dansen Olof taboes nog bijkomen ook. Dat is heel leuk.
Wauw, wat een hoge noot uithaal zeg. Dat doet Elise goed. Hoge uithaal. Een hele goede noot. Look me in the eye. Wat doen ze nu? Burn, baby, burn. Wat gaan ze nu doen? Oh, verdwijnen in de oceaan. Wel toepasselijk. Hé, er staat een jongetje. Een doodskop op zijn trui? Break the routine. Doorbreek de routine. Nou, ik vind het een geweldig liedje. De videoclip past er ook heel goed bij. Naar mijn idee kunnen vele bands en artiesten hier wel wat van leren. Althans, dat vind ik. Dat was het dan. Mijn allereerste YouTube reactievideo. Laat me even weten waarvoor ik een reactievideo zou moeten maken. Het moet wel muziek zijn waar melodie of symfonische klanken in zit. En het liefst in het Engels of Nederlands, zodat het niet alleen voor jullie, maar ook voor mij verstaanbaar is. Tot later!